het nu hebben over het gebruik. Dit is het derde deel en dan eindig ik met nog een stukje toekomst, voor zover ik dat gewaar kan worden. Meneer Hans de Grul uit Hengelo, waarom heeft u zoveel belangstelling voor het Twentekanaal? Mijn belangstelling is in de eerste plaats voor het erfgoed van Hengelo en van de regio. En ik heb ontdekt dat het Twentekanaal een hele belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van Twente. En vandaar dat ik mij daar verder in ben gaan verdiepen. Daar heeft u toch wel een hele studie van gemaakt? Ja, ik heb inderdaad een hele studie gemaakt. Wat ik niet gezegd heb is dat ik oorspronkelijk weg waterbouw gestudeerd heb. Dus een beetje zit het al in mijn lijn om daar belangstelling voor te hebben. Maar ik heb ondertussen, ik weet niet precies hoeveel lezingen, maar ik denk gauw 10, 12 lezingen al gegeven heb. En iedere keer ontmoet ik weer nieuwe dingen die ik weer toe kan voegen. En het wordt steeds rijker eigenlijk, het verhaal. Het was wel erg gebaseerd op de Hengeloze visie. Met een zijtak naar Almelo. Ja, inderdaad, heeft u gelijk. En nou is de zijtak, is, als je kijkt naar Twente kanalen in zijn geheel, is de zijtak inderdaad ook slechts een zijtak. Maar is die door de ontwikkeling van het Business Park XL, is die alleen belangrijker geworden. En daardoor denk ik dat het een goede ontwikkeling is dat gekomen is en dat daar nu optimaal gebruik van gemaakt wordt. Het lek van het Twentekanaal. Hoe denkt u daarover? Ja, ik vind dat nogal dom eigenlijk. Kijk, je kan wel zeggen, we gaan het optimaliseren vanuit de vaarverbindingkant. Maar je moet ook kijken wat is technisch mogelijk en wat past in het landschap. En op een gegeven ogenblik moet je goed kijken of die ondergrond het wel toestaat. Dus ik denk dat ze daar niet voldoende onderzoek gedaan hebben naar de mogelijkheden ter plekke. Ja, ze hebben het over een leemlaag. Ja, een leemlaag of een kleilaag. En dat moet waterdicht zijn. Ja, en of er dan nieuwe technieken zijn, ik zou me ook kunnen voorstellen dat je die ondergrond, dat je iets met nieuwe technieken kan. En daar heb ik nog niks van gehoord eigenlijk. Ja, er zijn al aannemers afgehaakt omdat ze bang zijn dat niet terechtkomt. Nee, dat klopt. Ze durven het risico niet aan. Nee, maar dan denk je, goh, dit is toch de tijd van innovatie. Daar moet toch iemand zijn die daar nieuwe ontwikkelingen kan bedenken. Ja. U heeft weg en waterbouw gestudeerd, zegt u. Weet u een oplossing? Nee, want ik heb wel gestudeerd, maar ik ben verder in de stedenbouw gegaan. Ik ben uiteindelijk stedenbouwer geworden, dus het is niet meer mijn vakgebied. APPLAUS